Hi, ik ben Mark van Kolenboertje en vandaag maken we op vele verzoek moet ik zeggen, want we krijgen heel veel verzoekjes om pastrami te maken. En pastrami is een fantastisch mooi stuk vlees, gerecht, komt oorspronkelijk uit het Oostblok, Roemenië wordt veel genoemd. En het werd vroeger gemaakt van lam- of schapenvlees. Nou, tegenwoordig wordt van heel veel soorten vlees gemaakt, maar op dit moment voornamelijk van vlees uit de borst van de koe. Dus wij gebruiken een mooie brisket en die gaan we bereiden. En over een aantal dagen hebben we een fantastisch mooi stukje vlees. Ja, de reden dat de bereiding zo lang duurt is dat het vlees gepekeld wordt. En vroeger had dat natuurlijk een functie om het langer houdbaar te maken. Ja, tegenwoordig hebben we goede koeling. Maar dit vlees moest lange tijd houdbaar blijven. En ja, dan gebruik je zout. En in dit geval zelfs nitrietzout. Want nitrietzout heeft een paar eigenschappen. Nou, in de eerste plaats, het zorgt ervoor dat de kleur van het vlees eigenlijk mooi blijft. Het geeft ook die typische gepekelde smaak aan het vlees. Ja, en het drukt de bacteriedruk, waardoor het vlees eigenlijk veel langer goed blijft. Nou, wat ik al zei, om die houdbaarheid te vergroten, te verlengen eigenlijk moet ik zeggen, hadden ze vroeger het pekelproces en daarna een rookproces. Nou, wij gaan ook gedurende langere tijd roken. Maar dat betekent dat het eigenlijk een mooi stuk vlees moet worden, die ook qua vorm ideaal is om te gebruiken. En we gaan hem dus een beetje bijtrimmen om er een mooi blok vlees van te maken. Kijk, hier zie je een groot stuk vlees bovenop liggen. Nou, die wil ik eraf. Maken we even een mooi egaal stukje brisket van. En dan kijk ik naar het vet. Een beetje vet mag er echt wel op zitten. Maar waar het wat overdreven is, dan snij ik het ook weg. Dus hier ga ik ook nog eventjes aan het werk. Hier zien we ook nog een stuk wat echt hard vet is. Ja, dat snij ik dan een beetje weg. Maar ik pas er wel voor op dat de vorm van het vlees niet compleet verandert. Dus het blijft nu nog steeds een mooi compact stukje vlees. Nou, ik denk, zo moeten we door kunnen naar het pekelen. Nou, en de basis voor dat pekelmengsel is 3,5 liter water. Ja, daar gaat dan 225 gram zout bij in. Vervolgens gaat er 12 gram nitrietzout bij in. En nitrietzout is wel belangrijk. Daar moet je wel mee oppassen. Want te veel nitrietzout gebruiken kan schadelijk zijn. Dus daarmee moet je wel secuur werken. Dan 160 gram bruine suiker. 7 gram korianderzaad. 13 gram mosterdzaadjes, zo'n 8 gram rode peperflokken, 4 laurierblaadjes, 8 jeneverbesjes, we hebben nog 4 tenen, grote tenen knoflook en uiteindelijk gaat er ook nog wat rozemarijn in. Nou is de bedoeling dat zout even goed oplost. De rest gaat de komende uren, dagen de smaak afgeven. Dus ik roer het even goed om tot in ieder geval het zout goed is opgelost in het water. Nou, het zout is mooi opgelost, dus dat betekent dat onze brisket in een mengsel kan. Ja, en dan leggen we hem weg voor de komende dagen. En dan laten we die pekel mooi inwerken in het vlees. Nou, zoals bij pekelen in natte pekel eigenlijk heel vaak erg belangrijk is dat je product onder het water ligt. Nou, is dat nou niet het geval, komt hij wat bovendrijven? Ja, dan kun je dat eenvoudig doen door iets wat waterdicht is en gewicht heeft bovenop te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een zakje met water. Heeft gewoon gewicht en dan drukt het vlees naar beneden. Nou, we zijn 6 dagen verder. Die brisket heeft 6 dagen lang in het vocht gelegen. Al die geuren, smaken trekken er natuurlijk in. Dat betekent, we zijn klaar voor de volgende stap. En de volgende stap is vrij eenvoudig. We spoelen hem straks even goed af. Dan deppen we hem droog. En dan gaat hij nog 1 nachtje in de koeling. En dan gaan we morgen verder met het rookproces. Nou, je ruikt natuurlijk die geur van die marinade waar die in heeft gelegen, super goed. Maar we gaan hem afspoelen, want dat moet er nu ingetrokken zijn. En daarna laten we hem drogen, want dan wordt die structuur van het vlees, die wordt zo dat hij die rook veel beter oppakt. Dus daarom heb je eigenlijk bij elk rookproces, ga je pekelen, drogen en dan roken. En je kunt aan het vlees ook heel mooi zien dat die marinade is ingetrokken, hij is gewoon verkleurd. Maar goed, om hem te laten drogen, moet hij goed droog gemaakt worden. Dus ik gebruik gewoon poespapier, keukenpapier en ik dep hem even goed droog, zodat er zoveel mogelijk vocht aan alle kanten vanaf is. En dan doet die pekel zijn werk. Zo. Nou, en dan gaat hij in een bak. En nog een nachtje in de koeling.
Nou, daar zijn we. Dag 7 van ons pastrami-experiment. We zijn pastrami aan het maken. Hij heeft 6 dagen lang gepekeld, een nacht gedroogd. We gaan hem nou nog 1 keer een beetje droog deppen. Veel vocht is er al uit. En daarna gaan we hem inrubben en roken. Dus we gaan aan de bak. Je kunt heel mooi zien aan de structuur van het vlees dat het vocht al bijna weg is. Hij voelt ook anders aan. Dat komt natuurlijk door het drogen. Ja, eventjes het laatste vocht eraf. En dan pakt hij die kruiden veel mooier op. En dat vinden we belangrijk. Dus zo is die perfect. Voor onze zelfgemaakte rub gebruiken we 2 eetlepels bruine suiker. En dan gaat het in 1,5 eetlepel pepermix. 1,5 eetlepel koriander. Goede eetlepel paprika poeder. 1,5 eetlepel knoflookpoeder. 1,5 eetlepel uienpoeder. En uiteindelijk 1,5 eetlepel tot 2 eetlepels gemalen mosterdzaad. Nou, we hebben alle specerijen goed gemengd in de kom. Ja, en dan gaan we die brisket inrubben en daarna de barbecue klaarmaken voor het rookproces. Ja, voor de komende 5-6 uurtjes. Ik zorg ervoor dat rondom die brisket, die kruiden, die rub van ons mooi dik wordt aangebracht. Ja, dat geeft straks natuurlijk alleen maar een mooie smaak aan het vlees. Nou, de brisket is ingerubd. De pastrami in spe ligt op de plank. En dat betekent dat we gaan de barbecue instellen. Je ziet dat hij al mooi gloeit. Hier leg ik zo meteen in het vuur 2 blokjes hout. Maar daaromheen, voor de komende, zeg maar, als de gloed wat doortrekt, leggen we nog wat blokjes hout aan de rand van het vuur. Deze leg ik, als gezegd, gewoon in het vuur. Daar krijgen we direct rook van. Dan de reflectorstenen erop, zodat we de indirecte zone hebben gecreëerd. Je ziet, hij begint meteen te roken, dat is perfect. Zo de roosters erop. En dan het vlees. Nou, die brisket ligt erop. Dat betekent, we laten hem nou roken voor de komende 4-6 uurtjes. Op een temperatuur van 110 tot maximaal 120 graden. Nou, we zijn 6 uur verder. Super gaaf. Moet je eens kijken hoe die eruit ziet. Hij moest naar de ongeveer 70 graden. Dat is hij mooi geweest. 75 graden. Dat betekent dat we nu naar de laatste stap gaan. En de laatste stap is het stomen van het vlees. Dus dat betekent, we halen hem eruit. We laten de probe erin zitten voor de temperatuur, voor de kerntemperatuur. En dan leggen we hem in een bak op water. Inpakken met aluminiumfolie en dan stoomt hij nog 2 uurtjes op de barbecue. Dus dat is nou de volgende stap. Nou, zoals je ziet heb ik een bak met een rooster erin. Daar komt het vlees bovenop te liggen. Het vlees is wat hoger dan de bak. Dus straks moeten we even improviseren dat het aluminiumfolie niet helemaal strak over het vlees gaat. En we gieten de water bij in, zodat hij gaat stomen. Maar het vlees kan in de bak. Zo. Nou is het natuurlijk belangrijk dat het water het vlees niet aanraakt. Dus er komt een mooie laag onderin, maar niet te hoog. Zo, door het gewicht verdeelt het water zich mooi. Nou, dan kan er nog wat meer in. Nou, dan heb ik 2 stokjes gepakt, want ik wil dus niet dat die aluminiumfolie helemaal strak over die kost gaat. En daarmee het vlees beschadigt, of te veel beschadigt. Dus ik leg er eventjes 2 stokjes overheen. Dat is het leuke van barbecue, hè? Soms moet je wat improviseren. Kijk, en nou ga ik de aluminiumfolie eroverheen spannen, zodat het vocht wordt opgesloten en we die stoomfunctie krijgen. Dus ik denk dat we nu nog een uurtje of 2 nodig hebben. En om die stoom ook goed te krijgen, gaan we de barbecue temperatuur nou opstoken naar 150, 160 graden. Nou, hij is de 92 graden gepasseerd. We halen hem van de barbecue af en we laten hem nog een half uurtje rusten in boetjepeper. En dan is hij klaar. Nou, hij heeft een half uur gerust. Ja, ik ben heel benieuwd wat het resultaat is. Hij is nu lekker warm en dan gaan we natuurlijk proeven. Maar met pastrami is het zo. Je kunt het warm eten. Heerlijk ook gewoon als een maaltijd met salade, prima. Maar koud als broodbeleg of gewoon lekker happen is het ook fantastisch. Dus ik ben benieuwd of hij heeft gebracht wat wij ervan verwacht hadden. Dat gaan we nu zien. Nou, de geur is in ieder geval fantastisch. En als ik hem aanraak, ja, je ziet, hij drilt een beetje. Ja, hij is een beetje jelly geworden. En ik denk dat dat is wat we ervan verwacht hadden. Ja, als hij nou van binnen ook nog helemaal mooi is en de smaak is goed, ja, dan is het natuurlijk helemaal top. Ik ga hem zo midden snijden.
Ja, zoals je ziet, hij is nog mooi juicy. Er komt nog mooi vocht uit. De geur is werkelijk fantastisch. Ja, we gaan gewoon even proeven en kijken of het goed is. Is mooi zacht in de mond. Heel goed van smaak. Ik vind het eigenlijk wel heel goed. Dus we gaan hier proeven met het team. En ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt. Pastrami. En dan op onze manier. Ja, de smaak is in ieder geval echt fantastisch. Dus we gaan er nog even van genieten. Hey mensen, dit was weer zo'n video. Vond je het nou leuk om te zien hoe we dit bereid hebben? Geef even een duim. En wil je niks van ons missen? Abonneer op ons kanaal. En we vinden het, we blijven het gewoon super gaaf vinden als je ons voedt met ideeën om te maken voor onze volgende video's. Wij willen graag weten wat jullie willen zien en wellicht komt hij dan in een volgende video terug. Tot de volgende!